Blow up and destroy everything. Collect epic rocket launchers and bombs. Create awesome explosions and destruction mayhem. This is the new jailbreak. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom weer in een nieuwe video van Roblox. Dit shirtje kan je kopen in de catalog in Roblox. Hey, Jay the Lawboy, dikke shout naar jou. Ik weet niet wat deze intro was. Wat? Wat is dit? We hebben gewoon een kloon. We hebben gewoon een kloon. Er valt zoveel te vertellen. Een blauw shirtje, een rood shirtje. Dit is gewoon een kloon. Oh, maar even een andere backpack. Wie is de echte? Ja, de username. Nice, man. Oh, ik denk dat hij de chat niet open heeft staan. We gaan nu eventjes door naar de game. Hoe heet het ook alweer? Destruction Simulator. En dit is nieuw. Jailbreak spelen 30.000 mensen. In deze game 40.000 mensen. Oh, hij is echt hoi XD. In deze game kan je als het goed is dingen slopen met je gekke grenade launcher. En het is weer zo'n game waar je dingen moet kopen en zo. Natuurlijk. Het is boven jailbreak. Oh, hij is al goed dingen aan het slopen. Oh, kom, we gaan een granaat gooien. Oh, de sappige granaat vliegt weg. Bam, kill de auto's. Kill ze. Oké, we gaan zien nu wat voor spektakel dit wordt. Er gebeurt helemaal niks. Oh, backpack is full. Cell. Hoehoehoe. Er zijn al dik veel packs. Er zijn niet echt dingen die mij aanspreken. Wat mij wel aanspreekt zijn nieuwe items. Nieuwe bombs, nieuwe backpack. Nou, die backpack gaan we denk ik als eerste voor. Het is gewoon leuk als het slopen langer duurt. Want het is zo flipping satisfying om naar te kijken. Nee, hoezo? Nee. Dit zijn mijn auto's. Kan ik ook gewoon het publiek doden? Ja, dood het publiek. Nou, dood is niet echt een publiek. Bam! Een grenadeje in de pocket. Wow, de hele roze auto is weg. Maar dit ding is wel veel beter. Rip roze auto. Oké, ja, onze backpack zit weer vol. Het gaat best wel lang duren. Become VIP. Ja, dat kan natuurlijk ook. Nieuwe backpack. Nou, ik vind dit dan wel gewoon genoeg. Wat hebben mensen al? Ja, de meeste mensen hebben deze. Nou, die is al vrij duur. Alleen nu kunnen we ook wat meer bricks hebben. Kijk hoe vet dit eruit ziet. We hebben gewoon een kloon. Wow, ze hebben allemaal dingen gezegd. Mag ik je vriend zijn? Is cool als kloon. Natuurlijk, oh my god. Hoi mam, ik ben op YouTube. Lekker Joe de Lolboy. Nee, maar jullie hebben mijn hele ding gesloopt. Bedankt dat ik niks meer kan slopen, XD. Nou, nog even lachen dat het niet, zeg maar, stom bedoeld is. Zo van, piep, 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 waarom doe je dat nou weer? Die piepjes waren met schelden trouwens. Ja. En we gaan eventjes lekker de bankjes gaan we lekker slopen. Ja, 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 daar houden we van. Hier, een grenade poppen we. Pop! Dat zijn Lego-geluiden. Ja, maar we krijgen maar één brick van die stomme granaat. Die granaat is zo slecht. Hoe werkt het? Moet je hem er echt opleggen? Oké, sexy. Kijk wat iemand zegt. Ik heb je shirt, mooie shirt. Mijn skin is mooier. Hij is echt niet hetzelfde hoor. Beam Simulator, ja. XD. Nice, nice, nice. Hé, die moet weg. Die moet weg hier. En die roze auto. Moet weg hier! We kunnen niet al inmiddels naar een nieuw plekje, want deze haat ik een beetje. Level 5. Oh, daar zijn we binnen no time. Daar zijn we binnen no time. Zij zijn al level 14. Oh, ho, ho. Ja, beam! Simulator, beam! Beam! Simulator. Maar die grenades zijn wel echt heel slecht. Deze backpack gaat lang mee. Kunnen we dit laten instorten? Dat ga ik proberen. Ja, 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 ja. Hopelijk gaat dat gebeuren. Nee, nee, dan moet je niet de droom verpesten. Oh nee, je helpt juist. Chill. Daar? Huh? Hij stort niet eens in. Oh nee, daar. Nee, 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 daar. Daar moet hij. Daar moet hij. Bam, ja, hij stort in. Oh nee, hij stort helemaal niet in. Jawel, hij stort wel in. Woehoe. Dit is insane. Lekker hoor. En dan ga ik eventjes de rest... Oh, hij wordt opnieuw gemaakt. Die is klaar. Het lijkt net op zo'n Lego game waar je zo moet bouwen. Dan gaat hij zo al die blokjes verzamelen. Alleen, dan gaat het wel iets sneller. Nee, er is nog iemand die komt zo... Oh, lol. Ik ga meteen voor de achterste auto's. Die, Nate hier, level up. Lekker. Zoveel mogelijk moeten we erin
ploppen. Lekker, man. Snel. Je moet zoveel mogelijk slopen, want je moet het snel allemaal claimen. Hier, wiem. Nou, ik wil eigenlijk ook weer voor een nieuw bompie gaan. Naar RPG, daar komen we voorlopig even niet. Maar de Spy Shooter ziet er wel leuk uit. Hoe schiet deze? Dat is wel sexy. Wat? Kijk wat ze nog weer zeggen. 10k meer players dan jailbreak. Ik sloop even alles zodat het respawnt. Haha, pas nou met die auto's. Jeroen, nu kan je lekker slopen. Waha, pas nou met die auto's. Oké, ja, ik ga lekker slopen met mijn nieuwe gear. Kijk, hè. Oh. Bam. Woehoe. Deze game is echt iets voor mij. Ik hou van de malletje. Volgens mij iedereen, want dat heeft meer spelers dan jailbreak. Jailbreak, you go down, buddy. You go down, buddy. You're going down. Oké, dat is wel weer een beetje genoeg. Sorry, ik ben altijd met deze nieuwe games een beetje te over de top. We kunnen naar een nieuwe area. Lotte, man. Zo, nog eventjes backpackie full. Ja, nu gaat die backpack wel vrij snel, maar dat nemen we zo wel. Level up fast. Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Ik ga eventjes Robux kopen. Dat klonk niet, maar ja. I got some more Robux. En ja, deze gaan we kopen. Double XP. En nu kunnen we echt gaan slopen. Ik ga meteen voor de kraan. Hier, grenade. Nee, joh. Hoe is dat mis? Oh, nee. Ja, hij valt om. Wow. Zag je dat? Die laatste bang op het einde. Kom op, ik moet snel zijn. Backpack is namelijk echt heel slecht. Die, yes. Veel meer storage. Oh, yeah. Hoehoe. Yo, als je hier gewoon... Nee. Nee, jam mijn plek nou niet. Ja, doet hij daar een grenade. Ho, de lag is echt insane. Zei dat je wel een goede PC nodig had. Zelfs mijn PC lagt. Ja, ik heb wel programma's aanstaan en er keiveel open. Even kijken, ik open even Task Manager. Oh, OBS. Oh ja, dat geeft altijd veel. Ik ben daar niet eens meer aan het opnemen. Moet je nagaan, daarom lagt het zo. Ons ding begint echt super goed te worden. Kijk, ik ga eventjes deze hele truck demolishen. Die hele cabine weg. Hier, deze ook. Bam. Zo'n cabriootje ervan gemaakt. Bam, je lading helemaal kapot. Ik ben echt aan het genieten. Oh yeah. Ken je dat? Nee, dat is geen meme. Ik weet niet wat dat is. Ik wil toch wel even gaan voor nieuwe explosive. Dit is wel een mooie explosive, maar 5 power erbij. Maar ja, daar houden we van. Die kunnen we niet eens meer, dus ja, dat is stom. Hey, clone. Oh, dat is gewoon... Het voelt net zo goed als naar LEA's intro kijken. Zo goed voelt het. LEA's intro voelt goed, maar dit ook. Oh, dit geeft nu ook veel meer bricks. Oh, we gaan eventjes deze onderkant. Woehoe, hele lading op de grond. Deze is veel leuker hier. Kan je veel langer mee kloten. En, explosiefje eronder. Even een beetje knallen. Die explosive is nog steeds echt super slecht. Nou, een nieuwe backpack zou wel vriendelijk zijn. Oeh, trouwens. Het is nog niet eens een dag uit. Maar nu hebben we 100.000, dus nu kunnen we even gaan genieten. Zullen we gewoon voor een dikke tool gaan? Ik heb zo'n dikke tool. En doen we ook wel gewoon een oké backpack. Zo, nou oké, dat is wel gewoon goed. Check what I've got. En dat was niet eens heel veel Robux. Oh, maar alles is al kapot. Nou, die truck niet. Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Waar ik heen schoot. Nee, kappen nou. Ik level zo snel, gast. Ik ben gewoon 2 levels omhoog gegaan. Of 3, weet ik veel hoeveel levels ik omhoog ben gegaan. Nee, joh. Level 15, level 10. Ik ben binnenkort daar. Maar dit ziet er veel slechter uit dan dit. Deze ziet er heel goed uit. Hier. Nee, ik mis de kraan of niet? Nee. Ik laat er ook keihard instorten. Wat dacht je daarvan? En hij reloadt ook zo snel. We kunnen alvast naar de volgende, hoor. Ik geniet hier zo hard van. Nu is het tijd voor de Barnyard. Oeh, al meteen leveltje. We kunnen zo meteen alweer naar de volgende. Oh, die staat nog maar net.
Die staat nog maar net. Die. En dan stort hij al in. Oh, ik help wel even, gast. Woehoe! Alleen, ik moet wel wat verder lopen, dus ik adviseer aan mezelf dat ik eventjes sprint ga kopen. Kijk dit. RIP jailbreak. Gaan we kopen. We hebben de robots. Yes, we gaan ook de VIP kopen. Ja, en we hebben ook nog eens de VIP. Zo kunnen we er heel snel in sprinten. Dan gaat het echt veel sneller. Oh, nu voel ik me al zo'n dude die het heel lang speelt. Nu al. Beam. Ik geniet echt hiervan. Welke gun heeft hij? Oh, hij heeft volgens mij een beter, of niet? Of een slechter, ik weet niet. Maar één ding weet ik wel. Mijn backpack is wel echt bagger. Kijk, bombs is ook wel leuk. Die power gaat ook wel heel snel omhoog. Dat ga ik als eerste doen. Een nieuwe backpack, nou, vind ik toch wel 30.000 wel echt minimaal is. Dus dan gaan we eventjes voor sparen. Maar met deze bom gebeurt dat zo. Oh, en kijk wat ik nu doe, hè. Kijk, ik ga naar deze toren. Gooi er een bom in. En let the magic happen. Dit is toch wel geniet games 2018. This is the new jailbreak. Demolish. Ik heb bijna niks geraakt. Demolish. Boom. Zoveel bricks. Oh kijk, dit kan ook nog, hè. Alleen de levels gaan wel een beetje slow. Ik moet even levelen. Nee. Nou, ik wou ook nog even wat meepakken van die toren. Oh, we zijn bijna al het volgende level. Oké. Oh, hij is aan het rebuilden. Hey, tractor. Ik ga meteen gewoon voor die toren. Nou, dit is ook wel vet. Hier, die pakken we. We moeten echt heel snel handelen in dit spel. En backpack is full. Ah, oh, nee. Crap. Nou, dat is niet fijn. Die is ingestort. Heerlijk. Nou, dan sloopt hij het net. Ja, hier. Bommetje. Oh, nee. Net niet. Oh, yes. Chill. Ja, bye maakt me niet uit. Ik ga naar de volgende met een hele slechte backpack. Oeh, deze is ook wel sexy, hoor. Deze is waar ik thuis hoor. Lekker veel slopen. Gooi eventjes af en toe een bommetje erin. En dan komt het helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. En dan kijk, we hebben bijna 30.000, dus het komt helemaal goed. Toch heb ik het gevoel dat deze veel beter is. Je hebt gewoon veel meer. Het is meer bulkier. Dus het is meer allemaal op elkaar. Maar deze is ook al keihard op elkaar, hoor. Woehoe. Easy, man. Kijk hoe vet het is en die bom perfect getimed. Bom. Oh, nee. Ik moet al beginnen. Wat doe ik? Nou, ik pak dit huis. Doei. Yeah. Hier, gooi de bom neer. Level 16. Woo. Sorry, dat was gewoon dat ik RSI had. Want ja, dit krijg je als je klikt. We kunnen een nieuw backpack. Wat echt super vet is. Let's go. Yep. We hebben gewoon nu een dikke kluis op onze rug. Maar ja, ik mis ook wel de tijden van Beastworm. Beastworm was wel leuk, maar dit is gewoon satisfying. Dit is satisfying tot de max. Weet je wat me vet lijkt? Gewoon pap, achter elkaar kan schieten. En wat ik dus eventjes nu ga kijken, we hebben volgens mij geen Robux meer over. Eentje met bijna geen reload time. Hier, deze. Deze is 2 seconden. Nou, die is echt heel duur. Wat kunnen we nog meer kopen? Ja, dit. Maar ja, coins zit er ook niet in. Haha, ik had hem voor. Ik heb voor hem heb ik hem gewoon laten instorten. Hij heeft erbij. Hoe snel schiet hij? I don't know. Demolishing time. Dit lekt zo hard en dat ding in beeld is zo irritant. Woehoe! Lek, all over the place. Maar dit is toch gewoon geweldig. Ik kan niet meer zeggen. Geweldig. Dat is hetgene wat ik kan zeggen. Ik heb gewoon echt een insane ding nodig. We zijn nog niet level 20. Het levelen gaat aardig slow. En mensen laten het hele huis instorten, waar ik niet zo erg van hou. Het levelen gaat oké, laten we daarop houden. Ik ben er niet heel tevreden over. Weet je met welke gamepassen echt gaan scoren? Ik weet er 2.
dat het zeg maar wel kapot gaat, maar dat het echt heel snel gewoon regent. Gewoon pap in één keer. En gewoon zo'n privé ding. Dat je gewoon kan kiezen en zo'n privé ding. En dat je hem super groot kan maken. Dat je gewoon voor jezelf hele plateau kan uitmelken. Dat er echt niks meer is. Hier zitten we nu met z'n drieën de hele tijd te demolishen. Oh, dit is een heel kasteel, lol. Ik ging meteen naar binnen, drop ik een bom. Sloop ik het. Ik moet binnenkort verkopen. Hier, bom. Nou, ik moet nu al verkopen zo'n beetje. En ik moet verkopen. Yep. Level 17. Dat is fijn om te zien. Hallo, ik ben er weer. Meneer de L. Hier, bommetje daar. Bommetje daar. Oh, die rolt helemaal weg. Deze game is echt vet. En moet je nagaan tot je bij die dingen bent. Kan je dat hele gebouw laten instorten. Level up. En we zijn level up. Lekker. Oh nee, het huis stort in. Mijn droomhuis. Wow, die jumpshot was echt cool. Deze keuze is niet moeilijk. Ik ga gewoon voor 120.000. Dat is veel slimmer. Wat? Matthijs, ben jij de echte? Nee. Maar dat ben ik zeker wel. Joey, je bent volgens mij in die Raven-video. Of raak ik in de war of zo? Alles stort in. Dat is gewoon satisfying. Niet als het zo'n stomme slow-mo-lag gaat. Nou, binnenkort zit onze backpack vol. Binnenkort zit onze backpack vol. Ja, it's magic. Serieus, we hebben nog steeds niet genoeg. Nu moeten we wel genoeg hebben. Yes, net met 249 coins. Plop, plop, plop. We got it. Oké, even nu deze. Netjes. Ik heb nu deze van 25.000, dus daar kunnen we wel eventjes mee doen. Voor nu. Ja, binnenkort hebben we ook zo'n nieuwe gun nodig. Ik weet niet, wat schiet dit eigenlijk? Volgens mij is het een soort grapplehoek. Batman! Ja, grapplehoek. Alleen het is, de grapplehoek is een rocket. Zeg maar, nee. Het is andersom, de rocket is een grapplehoek. Serieus, we zijn al een half uur bezig. Kijk, als ik vergeet dat ik... Nou, ik vergat niet dat ik in de opname zat. Maar als je niet meer op de tijd let, dan vind ik het leuk.